voor de poot gaan. Zie je dat ding? Ja, echt vet toch. Maar elektriciteit kan toch niet tegen water? Deze wel. Deze wel. Er bestaat echt. Hoe kan je het vangen met die boot? Ja? Hoe kan je vangen met die boot? Ja, ik vang alleen maar hakje uit naar de plek waar ik ga vissen. 3 hours later. Ik zie hem nog. Ik zie hem nog. Ik zie hem nog. 5 hours later. Jongens, kijk hier naar ons. Wat is dat? Je hebt toch geen video. Hier staat het echt voor de camera. Nee, hoe meer jij regie. Wat is het hier, zeg? Ik zie hem nog. Ik zie hem nog. Hij heeft een boot en dan kan hij dat. Zo, dan is hij. Nou jongens, de tweede vis van de challenge is een feit. Na een langzame start door omstandigheden en stekken die bezet waren, heb ik toch een ander pad moeten kiezen. Maar gelukkig had ik nog een trucje in mijn mouw. Ik heb een ander plekje aangevoerd en dit is de tweede mooie vis die er hier al afgelopen. En hij loopt gewoon weer af, jongens. Wat een geweldige vis, jongens. Zou ik ze elke dag wel vangen? Dan nog even vinnetje omhoog. Top dit. Zo. Plaatje schieten. Yo. Hier is ze dan, jongens. De kerst op de taart. Na avond is het leven. Een fantastische spiegel van het oude stand. En mijn challenge is erop, jongens. Ik ga naar huis. Ik ga lekker inpakken. Ik kan niet mooier. 15,3 kilo. Ik ben er echt blij mee. Top, jongens, dit. Ik ga er snel een paar foto's van maken. En dan gaat ze weer terug. Geweldig dit. Hoi, hij filmt. Ik heb hem op candid camera. Huh? Jammer. Jongens, dan gaat ze weer terug in de hele eentje. Alle rustig verder. Nummer 6 van de avond. Gewoon een super geslaagde challenge. Het zit lekker, het is heerlijk weer. Heldere lucht. Fantastisch.